Een hele goede morgen. Het is zondag 25 maart. De dag is eindelijk hier. We hebben de reunie met de meisjes van New York. Maar eerst snel op naar Zandvoort. Waarom? Grotendeels loopt ook in Zandvoort. En aangezien ik verder toch geen planning had voor vandaag, ga ik daar ook naartoe om ze te sporten. Overigens is wel een beetje make-up mee om dit te fixen. Ik zie jullie zo meteen wel. Ik moet om. Ja, nogmaals. Hij is helemaal. Ja, hij is helemaal. Ja, dat is wel. Dus dit is wel. Als je heet er tegenhouden om foto's en filmpjes te maken, foto's te maken van. Dus wij zijn een beetje aan de late kant. Wij gaan zo meteen naar Utrecht toe. Om daar eindelijk lekker te eten en te borrelen en bij te kletsen. Maar moeten we eerst onze auto, of niet onze auto, Annemerels auto vinden. Hi. Ik was even een beetje doorlopen. Ik was aan het filmen hoe jij de hele tijd wordt tegengehouden. Ah, zo zielig. Je hebt een heel zwaar leven. Nee, maar ik vind het echt top dat ik hier niet heb gelopen. Want nu ziet er een soort van een beetje goed uit. Op foto's. Normaal als ik dan die foto's zie, denk ik echt, oh my god. Want zelf heb je natuurlijk nog een soort van filter. Dus je kijkt naar waar je leuk op staat. Staat hier de auto? Nee. Oh. Moet je echt nog wel een kwartier lopen. Oh, kut. Live vanuit de file. Ben ik nu verslag uit aan een groepsapp. Oké. Okay. Hallo allemaal. We hebben het zwaar. We hebben het heel zwaar. Zie je wel. Oh, ik kan hier heel slecht tegen. Oh my god. Dat was ook niet ellende. Goed. Het is echt ellende. Het is echt ellende. We staan het is inmiddels 20 voor 5. We hadden al 10 minuten geleden in het restaurant moeten zijn. We zijn anderhalf uur al dus aan het vertrekken uit Zandvoort. En ik denk dat we hemelsbreed nog steeds maar. Ik denk dat we achteruit zijn gegaan en dat ik de vierde route heb genomen. Puntje voor alle wereld. Daar wilde ik verder niet over zeggen. We komen zo meteen op het punt waar zeg we eigenlijk gewoon zelf. Ja. Dus. Ik had gebeld naar Stan en Cor. We zijn een kwartiertje, een half uurtje later. Nou, maak dat maar anderhalf uur later. En als we dat redden. Als we dat redden. Toevallig rijden we nu, dus. Maar dat ondermijnt jouw verhaal wel een beetje. Ja, net precies. Lijkt alsof we heel wat rijden, maar dit is voor het eerst in een half uur dat we 10 meter kunnen rijden. Dus optische illusie hoor, dit is 5 meter. We hebben hier een greenscreen achter, dat het lijkt dat we rijden.
Nee, maar er zijn er al een paar in Utrecht. En er zijn er een paar die niet de verkeerde afslag hebben genomen. Die wel hun gemoed konden houden. Die wel gewoon... Oh, er is ook nog een hond. Die hond heeft er ook geen zin meer in. Woef. Woef, waf. Nou, oké. We houden jullie op de hoogte. Er is een ongeluk gebeurd verderop, zie ik nu net binnenkomen. Echt? Ja. Marianne zegt al wat. En mee. Hoe kan er op dit tempo nou een ongeluk gebeuren? Ja, waarschijnlijk mensen die ongeduldig waren, net als wij. Mensen die een halve marathon hebben gelopen en die helemaal de trillende benen hebben. Die weet vanuit de auto. Jullie geloven het of niet, maar we zitten op de snelweg. We hebben al 19 kilometer gereden. Oh, 20, sorry. Over 20 kilometer gereden. Ja, jongens. In 2 uur tijd. Woe! Ik denk dat we dat sneller hardlopen hadden kunnen doen. Maar ik wilde net zeggen, ik denk dat ik het misschien bijna had ik het... Nee, ik had het net niet. Maar je had het binnendoor kunnen doen. Oh ja, ik had binnendoor, dan was ik er sneller geweest. Ja. Nou jongens, we zijn onderweg. Nou ja, we zijn in Utrecht. Sla linksaf naar de Jansbrug. Hallo dames. Nooit gedacht dat we hier nog zouden komen. Jullie zien het net niet. Maar het toetje van Marianne kwam net en toen was iedereen omgebouwd. Oh, nou, jullie kijken maar naar Mees voor dat jullie Marianne heeft. Niet alleen dat. Het is dat cheesecake op de camera van Anne Merel. Het is dat cheesecake op de camera van Anne Merel. Hoe zou dat komen? Ik weet het niet. Komt het door jou? Ik ben bang dat het door mij komt. Marien, hoe doen we dat? Met twee vingers aan de neus, hè? Ze weet niet wel wie het gedaan heeft. Dat weet je later wel. Na. Weet je later wel? Dat ziet ze ook, zeg maar, dat het ontstond. Oh. Ja, dat vind ik zo smeer. Ik ga gewoon 2 kopjes en ik zo... Camera! Camera, hoog uit! Weer normaal praten. We zijn benieuwd of Anne Merel in de gaten heeft waarom er cheesecake op de camera zat. Ik ben bang dat ik daar namelijk verantwoordelijk voor ben. Wij zijn nu op Hoogkaterijnen. We lopen naar de treinen toe. We hebben al van een aantal afscheid genomen. In Hoogkaterijnen, we lopen naar de treinen. Wie is deze meid? Wie is dat? Ik heb verteld tegen mij dat er een kleine verrassing aan zit te komen. En dat we hebben ze al een kleine sneak preview gezien. We beginnen al wat lampjes te branden. Oh, we moeten deze kant op. Oeps. Het is altijd ook hetzelfde. En toen was ik alweer op Roermond station. En loop ik nu lekker naar huis. Wat een super toffe dag. Ik ben echt nu helemaal gesloopt. Het is 11 uur. Ik zat vanochtend om 9:50 in de trein. Dus ik ben behoorlijk gaar. Dank jullie wel voor het kijken. En tot een volgende video. Doei!